Ja, ik heb wat met toilet, ik kan er niks aan doen. Ik ben Dieneke Steenbergen en ik ga vanaf vandaag de toiletten verzorgen in parkeerdek P14 aan de havenpassage. Ja, hoe is dat zo gekomen? Op deze plek is het ontstaan eigenlijk. Ik wist dat hier twee toiletten waren en dat ze dicht zaten. En toen ben ik in contact gekomen met wethouder Van Rees. En dat was heel leuk. Hij veegde eerst het plannetje van tafel. Hup, weg ermee. En 3 weken later toen kreeg ik een telefoontje van of ik even bij hem wou komen. En dat was vorig jaar december. En toen is het gaan rollen. En toen waren ze eigenlijk al vrij snel helemaal klaar. Maar ja, toen kregen we de corona. Dus het was even, nee, mag nog niet, doen we nog niet. Hier heb je de liften. Daar komen vanaf morgen hele hordes naar beneden. En dan heb je hier de dames en de heren toilet. En ze zijn vrij klein hoor. Maar het is helemaal goed. Helemaal te gek. Ik ben er ook heel blij mee. En hier is de heren. Dit is ons tafeltje en daar neem ik vanaf morgen mijn breiwerkje mee. En ik zit hier op vrijwillige basis en we vragen een vrijwillige bijdrage. En we gaan niet, ik ga geen politieagentje spelen, gooien ze er wat in, gooien ze wat in, gooien ze er niks in. Eén goede vriend. Maar we hebben hier in ieder geval eindelijk de mogelijkheid om naar het toilet te kunnen. En daarom heb ik het ook eigenlijk gedaan. Want ik heb dus een beetje contact met de Maaglever en Darmstichting. En als het goed is, wordt het goedgekeurd en dan staat hij in de Hoge Nood app. Dus dan kunnen mensen ook vinden waar of ze terecht kunnen. En dan zitten we hier op bepaalde dagen. Is dat alleen? Nee, ik doe het samen met Petra Hollemans. En die is nu even weg en morgen is ze er weer en dan gaan we volgende week een beetje samen. Maar dit is wel iets wat je in je eentje kunt. Dus dan gaan we een beetje een rooster maken van jij dan. Maandag, dinsdag, woensdag van 12 tot 5. Donderdag van 's morgens 8 tot koopavond, 9 uur. En dan zaterdag ook vanaf 8 uur tot 6 uur, half 7 uur.